Ja, jullie zien het goed. Ik ben zojuist een nieuwe serie begonnen. Sinds mijn video's van Hackbuy ben ik er echt achter gekomen dat ik echt van documentaire stijl video's hou. En ik vind het ook nog eens leuk om te maken. Ook merk ik dat de meeste van mijn kijkers dat ook leuk vinden om te zien. Dus welkom bij mijn nieuwe serie Nachtmerrie. In deze serie zal ik waargebeurde verhalen vertellen aan jullie in een documentaire stijl. Dus zijn jullie nou benieuwd naar deze nieuwe serie op mijn kanaal? Vergeet dan natuurlijk niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. Het is allemaal gratis. En laten we maar gewoon beginnen bij het eerste verhaal dat ik voor jullie heb. De familie Turpin. Gruwelijke details. Voor dieren en even vlamboer. Ze ontsnapte via een raam en sloeg vervolgens alarm over het horrorhuis in Californië waar ze woonde. Er wordt steeds meer bekend over het Amerikaanse echtpaar uit Californië dat in de cel zit voor het verwaarlozen van hun 13 kinderen. Voor de buitenwereld deden de familie Turpin zich voor als het perfecte gezinnetje. Maar achter de gevel van hun huis in Paris speelde zich iets heel anders af. De Turpin-zaak is een incident met kindermishandeling en gevangenschap ontdekt in Paris, Californië, Verenigde Staten. De ouders David en Louise Turpin boeiden, sloegen en wurgden hun kinderen, waardoor ze slechts één keer per dag konden eten en slechts één keer per jaar konden douchen. Volgens de onderzoekers waren de ouderen zo ondervoed dat ze veel jonger leken te zijn. Het oudste kind was namelijk al 29 jaar en woog slechts 82 pond, oftewel 37 kilogram. Sommige van de broers en zussen bleken basiskennis van de wereld te missen, omdat ze onbekend waren met wat medicijnen en de politie waren. De buren hadden wel al wat vreemde dingen opgemerkt. Zo droegen de kinderen in het streng christelijke gezin dezelfde kleding en hadden ze identieke kapsels. De meisjes droegen hun haren lang, zoals hun moeder, en de jongens in een bloempot, zoals hun vader. Maar veel zagen de buren het gezin eigenlijk niet. De tuin van hun huis was helemaal onder het onkruid en er was nergens een fiets of speelgoed te bespeuren. Intussen is duidelijk waarom. De politie vond de drie jongens en de 10 meisjes nadat één van hen was ontsnapt en de hulpdiensten had gebeld. Agenten dachten dat het meisje een jaar of 10 was, maar ze bleek 17 te zijn. En dat was nog maar het begin, want toen de politie een kijk ging nemen in het huis waar ze woonden, vonden ze nog meer gruwel. Nog 12 kinderen die uitgemergeld waren en met kettingen en sloot aan hun bed vastgeketend in donkere en stinkende ruimtes. Ook zij leken veel jonger dan ze waren. 7 van hen bleken zelfs meerderjarig te zijn. De jongste was 2 en de oudste 29. De kinderen werden losgemaakt en naar het ziekenhuis gebracht, waar ze verzorgd werden en te eten kregen. De minderjarigen worden uit huis geplaatst en hun ouders David, 57 jaar, en Louise, 49, werden aangeklaagd voor het in gevaar brengen van hun kinderen. Ze werden tijdelijk opgesloten in het Robert Presley Detention Center. Documenten tonen aan dat David zijn kinderen thuis onderwees en hij staat geregistreerd als directeur van een school dat gevestigd is op hun thuisadres. De Sandcastle Day School. Vorig schooljaar waren er 6 leerlingen ingeschreven. De ouders David en Louise plaatsten vrolijke foto's op Facebook van hun kinderen. Volgens de foto's hadden ze namelijk uitjes gemaakt naar Disneyland en Las Vegas. In een verslag wordt gezegd dat de slachtoffers er ondervoed en erg vuil uitzagen. Nadat ze werden bevrijd hebben ze de politie meteen gezegd dat ze honger hebben. Kimberly Milligan van 50 jaar kwam in juli 2015 in de buurt wonen, vlakbij de Turpins. Ze vertelt dat ze de kinderen zelden hoorde en soms maar zag als ze het huis verlieten of binnengingen. Ze zegt daarom ook: ik dacht dat ze heel jong waren, tussen de 11 en 13 jaar ten hoogste. Ze huppelden vaak als ze liepen, ze zagen er erg mager uit en hun huid was wit als papier. Het afgelopen jaar zag de buurvrouw het gezin steeds minder. Kimberly zegt: ik voel me een beetje schuldig dat ik nooit iets heb gezegd over de vreemde dingen die ik zag. Er was iets in de haak. Ik kon er geen touw aan vastknopen, maar iets zoals dit had ik echt nooit verwacht. Neighbors recall sporadic sightings and strange behavior. Something's going on over there, you know, something's not right. Nu hebben de ouders David en Louise een levenslange gevangenisstraf, worden de kinderen onder adoptie gebracht en het huis waarin alles gebeurde staat te koop. Louise Turpin wiped away tears, her voice a whisper as she answered to each count. David Turpin, dressed in a bright yellow collared shirt, sat stone-faced and made the same plea.